Hoe kon ik zo stom zijn? Dat pleit juist voor je. Juist omdat jij oprecht bent, ben je erin getrapt. Als je net zo doortrapt als hij zou zijn, had je waarschijnlijk argwaan gekregen. Ik dacht echt... Nou, Danny... Ik wilde zo graag weer een broer hebben. Natuurlijk kan Danny niet vervangen worden, maar... Dan had ik tenminste nog iets van familie. Nu Marie er ook niet meer is. Ik dacht de hele tijd, wat zou mijn moeder het geweldig gevonden hebben dat haar zoons zo goed met elkaar waren. En nu denk ik alleen maar, wat een geluk dat ze dit niet hoeft mee te maken. Wat heb ik die jongen gedaan? Niets. Hij is boos op Maria. Maar die is er niet meer, dus blijf jij over. Weet je, dat ik bij hem ben ingetrapt, dat is niet zo gek. Precies. Maar dat ik jou van alles kwalijk heb genomen, dat is onvergeeflijk. Dat kwam door hem. En ik had nooit een verklaring af moeten leggen. Ja, natuurlijk wel. De enige reden waarom dat belastend was, is omdat Daan mij ertoe had aangezet om een ander verhaal te vertellen. Het is allemaal zijn schuld. Ja, op één ding na. Dat we niet meer bij elkaar zijn, is mijn schuld. Ik weet niet of ik dat ooit goed kan maken. Ik wil helemaal niet dat het voorbij is tussen ons. Ik toch ook niet.